Tijdens de Nationale Holocaustherdenking gisteren heeft premier Rutte excuses aangeboden voor de rol van de overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een historische stap waar de Nederlandse regering lang mee heeft geworsteld. Komen die excuses niet veel te laat, is de vraag. Dit is wat Rutte gisteren zei. Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. En dat doe ik in het besef dat geen woord, zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust, ooit kan omvatten. Ja, Joost Vullings, in het kabinet is gediscussieerd over de vraag: moeten we nu excuses aanbieden? Waarom is dat zo lastig om dat te doen? Nou, dat is niet echt een discussie geweest met voor en tegen. Maar dit is natuurlijk gewoon een heel belangrijk en gevoelig thema waar gewoon veel ministers ook iets over te vertellen hadden. Dus het was meer een, wat ze zelf zeggen, ik hoorde details, want het was een indrukwekkende discussie. Maar het was geen debat met felle voor- en tegenstanders. Men was er vrij snel uit dat ze het eens waren met het idee van Rutte om dit te doen. Nou, het idee van Rutte, ik las ook een stuk in NRC, dat vooral Geert-Jan Segers van de ChristenUnie. Nou ja, zo is het balletje gerollen. Maar het idee natuurlijk in de ministerraad is door Rutte, dat stond ook niet op de agenda, dus hij bracht het gewoon in één keer in. Nee, hij heeft Geert-Jan Segers van de ChristenUnie is natuurlijk vrij betrokken bij, die is fel tegen antisemitisme, vrij betrokken bij de Joodse zaken. Die heeft ook met zijn internationale bezoeken dacht hij van ja, we moeten toch als Nederland nog wat doen. Ja. Weet je, het verhaal is nog niet af. En die heeft daar dus in een gesprek met Rutte dat aangeslingerd van ja, zou de herdenking van 75 jaar Auschwitz niet een mooi moment zijn? Maar en zo is dat denken bij Rutte aangezet. Ja, maar je zegt net van er waren niet echt tegenstanders, ze waren er wel redelijk snel uit. In 2012 heeft Wilders dit al voorgesteld. Laten we dit doen. En toen kreeg je geen gehoor. Nee, ja, het is sowieso 75 jaar geleden. Dus, nee, dat sowieso, een aantal jaar geleden. Toen kwam er als antwoord dat er geen breed gedragen advies was. Dat vind ik een beetje een formalistisch antwoord. Kennelijk, ze hebben nu gedacht van het is 75 jaar. Je ziet het antisemitisme weer opkomen. Dit is ook qua timing komt het goed uit. Maar ik denk ook wel dat onze premier zich ontwikkeld heeft. Als ik in het verleden vroeg naar dit soort kwesties, ging het meestal over Indonesië en zo. Zei van ja, ik vind het altijd moeilijk om excuses aan te bieden voor iets waar ik zelf niet bij ben geweest. Het is ook misschien ook wel een beetje makkelijk om excuses aan te bieden. Zo voelde hij dat altijd. En hij is ook altijd wel de premier geweest van ja, ach, ik ben maar de premier en doen woorden ertoe. Nou ja, die doen er dus toe. Dus hij is ook wel, zullen we zeggen, heeft zich ontwikkeld in dit morele leiderschap. Dus de Rutte van 2012 is ook een andere dan de Rutte van 2020. Meneer Cohen, Job Cohen, u was erbij toen Rutte gisteren zijn excuses aanbood. Voor veel mensen echt onverwacht. Voor u ook? Ja, het was onverwacht. Zeker. Ja. Maar ik vond ook, en net laten zien, de manier waarop hij het deed, vond ik ook echt indrukwekkend. Hij had ook echt de goede woorden bij. En ik snap ook best dat je dat dilemma, zoals Joost het ook net schetst. Je hebt toch het idee van, ja, wij zijn er helemaal zelf niet bij geweest. Hoe kan je daar nou excuses aanbieden? Ik krijg een beetje een vergelijking daarmee met het slavernijverleden. Daar vragen mensen, kunnen we daar nou niet excuses voor aanbieden? Wat heb ik daar nou mee te maken? Ja, maar nu zijn er natuurlijk nog mensen in leven die dat hebben meegemaakt. Ja, nou ja, ik vind het heel goed, hoor. Ik weet ook zeker, heb ik ook gehoord van mensen die echt denken van, nou, ongelooflijk fijn dat het gebeurd is. Maar wat voelde u dan op dat moment? Want u zat daar gisteren, het was toch tamelijk onverwacht? Ja. Nou ja, voor mijzelf, ik vond het goed dat het gebeurde. Maar het was niet dat het bij mij nou enorm veel emoties is. Maar goed, ik ben mijn grootouders van vaders zijde hebben de oorlog niet overleefd, maar we hebben er altijd goed over kunnen praten. Dus het was bij mij niet ontzettend emotievol. Maar ik vond het wel heel erg goed dat hij had een fantastisch verhaal en ik vond het goed dat hij het deed. En ik heb hem later gestond, toen werd hij nog geïnterviewd. Toen zag ik dat, hoe hij dat deed. En was hij echt zeer betrokken. Echt van overtuigd van dit is goed om te doen. Ja. En dat is mooi om te horen. Jessica Deurlacher, hoe kwamen die excuses bij jou aan? Ik vind het heel authentiek zoals hij het zei. En ik vind het ook goed dat hij het zei. Het moest ook gezegd worden. Het is inderdaad heel laat, dat wel. Te laat? Maar, ja, het is nooit te laat voor dat soort dingen. Maar het emotioneert inderdaad. Hè, omdat je op het moment dat er schuld wordt bekend op de een of andere manier, is er ook meteen schuld. Je voelt hem ook meteen zo. Van, ja, mijn vader is bijvoorbeeld door Nederlandse politiemannen gearresteerd.
die nog mijn vader zelfs vroeg... kunt u niet te veel gedoe maken, anders verlies ik mijn baan. Jouw vader, Gerard Deurlacher, ja. Auschwitz-overlevende. Ja. Ja. Werd daar thuis over gesproken? Nee. Nee, helemaal niet? Nee, hij sprak pas toen ik 18 was of zo. Ja. En toen was hij al eind 50, midden 50, zeg maar. Toen begon hij eindelijk een beetje te praten. Ja. Jouw vader is overleden in 1996. We hebben een fragment uit begin jaren 90 en dan vertelt hij heel indringend daarover. Ik probeer weg te drukken dat mensen wolven voor elkaar zijn. Hoewel ik het wel weet. Maar het is de enige manier waarop je kan leven. Ik heb ook nooit geleefd alleen maar met haat. Niet? Nee. Want ik weet dat het vernietigt me. Dat kan niet. Dan kan je niet leven. Ja. Wat zou jouw vader gevonden hebben van die excuses nu? Ja, ik had het er vanmiddag heel even met mijn moeder over. Die zei van ja, God, Gerard die zou dit een loos gebaar hebben gevonden, denk ik. Ja, ik denk dat hij dat had gevonden. Maar dat is ook begrijpelijk, want door... Het is voor hem helemaal te laat. Hij heeft natuurlijk zijn hele familie verloren. En dat hele tijd met zich meegenomen, dat vreselijke verhaal. Mm. Maar dat is iets anders. Dat is een symbool. Hij heeft het gezegd, dat heeft een symbolische waarde, wat Rutte heeft gezegd. Dat is op zichzelf mooi. Maar ja, het voelt ook als een soort, ja, wat noem je dat, een soort... Almoes of zo. Iets wat... Zo kan je het ook zien. He, dat klinkt heel hard, maar... nou ja, zoals die politie... Er was een hele andere cultuur in die tijd. Kijk, in Denemarken bijvoorbeeld... had natuurlijk een heel andere policy. Mm. De Denen... Die hebben geprobeerd... van hoger hand... geleid... om hun Joden te redden. En dat had Nederland natuurlijk ook kunnen doen... Ja. Als ze... Anders hadden Ja, en wat jij zegt, het is natuurlijk... In Denemarken was het natuurlijk wel vrij fundamenteel anders. Ten eerste waren er veel minder Joden in Denemarken dan in Nederland. Ja, maar er zijn wel 6000 Joden daardoor gered. Ja, en die konden overgezet worden in een enkele nacht met bootjes naar Zweden. Ja, maar dat is wel georganiseerd dat door de politie is georganiseerd, maar in Denemarken. Omdat een lid van de Duitse bezetting van Denemarken een waarschuwing gewaarschuwd heeft. Dat dit gaat gebeuren, ze zullen worden opgepakt. En in die nacht is het zo georganiseerd dat ze vrijwel allemaal overgezet zijn. Degenen die het niet wilden geloven zijn wel opgepakt en hebben het niet overleefd. Maar het zijn in feite onvergelijkbare situaties. Mm. Ik weet het, maar er was in ieder geval een van hoger hand gestuurde burgerlijke ongehoorzaamheid. En Nederland ontbrak die. Mm. Ik bedoel, mijn vaders politieman, die man dus die hem arresteerde, zijn familie arresteerde... Die vroeg dus of ze een beetje wilde meewerken, want anders zou die misschien worden ontslagen. Ja. Even over dat moment. Goed, daarom is het juist goed dat de regering daarvan nu zegt wat er toen is gebeurd. Dat deugt niet en daar bieden we excuses. Maar meneer Cohen, er zijn natuurlijk landen geweest die al op een veel eerder moment er iets over hebben gezegd. Daar gaan we even naar kijken. Willy Brandt, de Duitse bondskanselier, 1970. Maakte hij de beroemde knieval in Auschwitz. En de Franse president Jacques Chirac die erkende in 1995... de rol van de Franse Vichy-regering in de Holocaust. Laten we even kijken. Op 7 december jongstleden legde bondskanselier Willy Brandt... bij zijn bezoek aan Polen een krans bij het monument... dat opgericht is op de plaats waar eens het Joodse ghetto van Warschau was. Deze knieval maakte in de hele wereld veel indruk. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. Et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Ja, meneer Cohen, het is natuurlijk een hele andere situatie in die landen. Maar er is wel lans voor te breken voor de mensen die zeggen... ja, maar het had toch veel eerder moeten gebeuren in Nederland. Ja, zeker. Ja. Dat neemt niet weg dat ik het goed vind dat het nu gebeurd is. En nou kan je je erover opwinden dat het zo laat is. Maar ik vind het fijn dat het nu gebeurd is. Ja, maar dat heb ik al. Maar, Jessica Deurlacher, is het nou te laat? Ja, het is altijd te laat.
Nou ja, voor heel veel overlevenden is het inderdaad te laat. Maar het is nooit te laat voor excuses. Maar kijk, als je vraagt wat voel je erbij, dan het emotioneert op meerdere vlakken. Kijk, in het Engels heb je you're sorry for something. En dan is het betekent dat je empathie hebt. En hier in Nederland is excuses maken is ook echt voor een bulk van dingen die niet goed zijn gedaan. En die voel je dan ook. De weerslag van die vreselijke dingen, die voel je gewoon even weer helemaal opnieuw. En nou heeft Rutte ook gezegd van ik heb het ook gedaan omdat het antisemitisme aan het groeien is en steeds sterker wordt. En hij hoopt dat hij dit hiermee een goed signaal afgeeft. Dan laten we daar op letten. Snap je dat ook? Die redenering? Ja, het is een groot gebaar. Dus in die zin zou het, who knows? Dat het op een manier echt met mensen aankomt. Bij mij kwam het wel aan. Dat kan ik absoluut niet ontkennen. Ja. En dat zal bij... maar voor mij is dat weer niet... Ik ben niet heel representatief natuurlijk. Je hoopt dat het aankomt bij de mensen bij wie het... Ik zie Albert Vlinden naast je. Ja, ik zit knikken. Ik ken heel veel... Ik heb heel veel Joodse vrienden en ook mensen die het overleefd hebben. En een aantal was gisteren zo ontroerd. Omdat hij zegt... Mijn hele leven heeft er nog nooit iemand excuses gemaakt voor wat ik meegemaakt heb. Mm-hmm. En die was echt ontroerd dat het uitgesproken was een keer. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik het hoorde, dacht ik... bijna logisch, excuses, snap je? Als je vanuit deze generatie naar kijkt, denk ik, bijna logisch. Maar als je het allemaal meegemaakt hebt... Mm-hmm. Het enige wat ik er nog wel van wil zeggen... is de rol van de gewone Nederlander. Want we hebben nog steeds een handje van om naar de overheid te wijzen. En die hebben ook een verschrikkelijke rol gespeeld met de NS en roep het allemaal maar. En de gemeentelijke vervoersbedrijven. Maar al die Nederlanders die de huis ingepikt hebben toen de Joden terugkwamen, daar heb ik nog nooit een excuus van gehoord. Die het allemaal normaal vond. Wim Kok heeft, wat is het? In 95 meen ik, heeft hij excuses gemaakt voor de ontvangst. Maar dat is niet alleen, want dat is gewoon roof geweest. Dat is weer wat anders. Dat raakt mij nog steeds, als ik er nu alweer over praat, vind ik dat. Oorlog haalt het de grootste ellende in mensen naar boven. En inderdaad, je bent wolf, je bent ratten, je bent alles. En ik vind die excuses echt heel erg mooi. En het feit dat het zo breed nu uitgesproken is. Ja. Jessica, wat had jij dan gisteren? Was je toch een beetje ontroerd? Of had je gewoon een rotdag eigenlijk? Nee, ik was wel ontroerd. En ook een rotdag. Maar dat kan ook. En ook een rotdag, want het is gewoon een zware dag. Ja. Dan komt er nog wat bij. De bevrijding van Auschwitz is ook zo aan alle kanten beladen. Omdat het voor de mensen in Auschwitz natuurlijk helemaal niets was. Die bevrijding was verschrikkelijk. Iedereen die bevrijd is in Auschwitz is eigenlijk daarna nog dood gegaan. Want dan krijg je die marsen en iedereen ging naar... Mijn vader heeft bijvoorbeeld de hele bevrijding van Auschwitz niet meegemaakt. Toen was hij al naar een ander kamp gebracht. Dus de bevrijding van Auschwitz is een symbool voor alle kampen. Maar het klopt eigenlijk niet helemaal. Het is gewoon een moeilijke dag. Het is gewoon een ingewikkelde dag. Net als 4 mei, ook wel een vreselijke dag. Nou, maar in ieder geval heel fijn dat jullie er hier over komen praten. Dank je wel. We gaan zo praten met Sis en Maarten van Rossum. Ze reisden opnieuw stad en land af. En het